Op de LBO STS 3 school aan de Kankantri-straat zijn op 28 juli 2022 9 leslokalen officieel in gebruik genomen. De faciliteiten zijn onder andere bestemd voor de vakken werktuigbouwkunde, gawassa en lassen. De lokalen zijn ingericht met moderne equipment die zuinig gebruikt dienen te worden. Scholen in de districten Nikeri, Kommewijnen, Saramaka en Wanika zijn al voorzien van hun eigen inrichtingen voor beroepsonderwijs. Nu is het de beurt van LBO STS 3. We hebben machines geïnstalleerd op verschillende scholen en we moeten ze beschermen. En ik weet dat u ze gaat beschermen, maar ik ben niet in staat om ze eenmaal 24 uur goed te beschermen. En het bedrijfsleven en de maatschappijen hebben al toegezegd dat we een combinatie gaan maken van het hele grote centrum met de mooie, de duurdere machines en de grotere machines met deze kleine lokalen. Dat wil zeggen, deze kleine lokalen gaan dienen als een soort, hoe noem je dat, satelliet lokaal van die grote. En ze zijn bereid om beide te beschermen, die grote en die kleine. Want het is niet prettig voor u als u weer op school komt en de dingen zijn verdwenen. Dus we moeten ontzettend goed ons best doen om te beschermen wat we hebben. We hebben recentelijk de CARICOM staatshoofde vergadering gehad. En ik ben voorzitter van CARICOM. En welk besluit hebben we hier genomen in Suriname? Twee belangrijke besluiten. Eén besluit is dat CARICOM open gaat. Dat wil zeggen, de markten, de grenzen, die gaan open voor alle technische beroepen. Voor alle lagere beroepen. Vroeger was het alleen als je, men noemt het, geschoold kader was, skilled, nationals, opgeleide mensen. Dan kon je vrij werken in CARICOM. Nu mag je vrij naar alle CARICOM-landen gaan om te werken. Maar dat wil ook zeggen dat andere CARICOM-landen ook hier mogen komen werken. En wij willen dat onze jongeren het werk moeten doen in die oil and gas, in die agrarische industrie, in de toerisme-industrie. Het tweede besluit wat we genomen hebben op de CARICOM staatshoofde vergadering. Ik hoor de minister praten over een groeicenter. Wij hebben aan alle jongeren van CARICOM aangeboden, dus u ook, een campus. 10 hectare land gaan we geven voor studie in moderne technologie, climate change, biodiversiteit, bundeling van kennis. Want wie beheert die moderne technologie? De jongeren. Want ik praat veel met bedrijven, bedrijfsleven. Iedereen klaagt over één ding. President, we kunnen geen werknemers nu vinden. Er zijn geen werknemers. En dit is die kans voor onze jongeren om hen zo snel mogelijk op te leiden. Vanmiddag 5 uur ben ik daar te leiding. Daar gaan we jongeren die de kans niet gehad hadden, om welke reden ook, om school af te maken. En vrouwen, huismoeders, maar ook vrouwen die geen werk kunnen vinden, die zijn getraind. Ze gaan een certificaat krijgen in ondernemerschap. Hoe kan je een kleine ondernemer beginnen? Taxibedrijf, wat je restaurantje, of een toeristbedrijf, of een verpakkingsbedrijf, of een bedrijfje om allerlei leuke dingen te verkopen. Help ze. En dan ga je zien hoe ze zelfstandig gaan worden. En dat is wat we moeten doen. Iedereen klaarstomen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. En jullie zullen daartoe een zeer belangrijke bijdrage leveren. Aan iedereen gefeliciteerd, vooral de studenten, maak er goed gebruik van.
van ook de materialen, de apparaten. En laten zodanig gebruikt worden dat ook de kinderen na jullie goed gebruik van kunnen maken. En gaat u zo door? We hebben jullie nodig. En zoals ik altijd zeg, werk hard, doe je best en God doet de rest. God bless you all. Thank you.